Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de premium partners van PSV en Brainport Eindhoven. Goedenavond, leuk dat je kijkt naar PSV TV. Het was sportief natuurlijk een prima week voor PSV, maar het was ook een week met een zwart randje vanwege het overlijden van de vader van Mohamed Ihattaren. Hoe heeft de man dat beleefd die de afgelopen week ook ineens plotseling onder de lat stond in de basis bij PSV? Robin Ruiter is aangeschoven, welkom. En Koen Heesakkers, onze eigen verslaggever. Ja, hoe was afgelopen week voor jou en voor jullie als groep? Nou, wat je net eigenlijk al aangaf, voor mij persoonlijk... Enigszins natuurlijk een fantastische mooie week. Mijn debuut mogen maken voor PSV en daarna ook gelijk in de competitie mogen spelen. Ja. Maar toch overheerst wel het overlijden van de vader van Mo. Dat heeft een grote impact op de groep. Ik bedoel, Mootje ligt ontzettend goed in de groep. Er is nog zo'n jong jongen en als je dan al je vader verliest, ja, dat heeft enorm veel impact. Ja, kan je aangeven hoe jullie daar als groep mee omgaan? Ik bedoel, dat spandoek was heel mooi, hè? Na afloop wat jullie met z'n allen... Ja, dat was wel een kippenvel momentje, moet ik zeggen hoor. We hoorden het eigenlijk pas zondagochtend. We wisten wel een langere tijd dat het natuurlijk niet goed ging met de vader van Mo. Ja. En dan probeer je hem wel te steunen. Alleen, ja goed, uiteindelijk gaat die jongen naar huis en moet hij het zelf samen met zijn familie natuurlijk redden in deze situatie. En als je dan zondagochtend dat bericht krijgt, dan is dat wel eventjes een shock voor iedereen, denk ik. Ja. En die kwam wel van binnen. Ja. Dus je merkte ook wel aan de sfeer toen we op de hertgang kwamen op zondagochtend. Maar... ja, iedereen heeft Mo sterkte gewenst en een aantal jongens zijn bij hem langs geweest om toch nog een hart onder hem te steken. En ja, goed, weet je, hij heeft ons ook laten weten dat hij dat ontzettend goed doet en hij haalt er heel veel steun uit. Alleen ja, het zal zeker nog een hele moeilijke periode worden voor hem. Ja, absoluut. Koen, jij sprak een aantal spelers ook na afloop, Dumfries en Bergwijn bijvoorbeeld. Wat werd er nou, wat voor sfeer hing daar na afloop? Want er wordt gewonnen, maar hoe ging... Ja, precies wat je zegt, hè. Die sfeer in de mixzone was ook wel dubbel, hè. Want je wint van VVV, je doet wat je moet doen. Maar ja, interviews na afloop van de wedstrijd, dat zijn misschien niet meestal de meest spraakmakende gebeurtenissen. Ja, je krijgt vaak voetbalantwoorden, maar ja, nu tussen de regels door. En ja, ze pakten ook wel hun moment echt, Steven en Denzel, om ja, te vertellen hoe ze dat zelf meemaakten. Steven vertelde natuurlijk over het juichen naar zijn doelpunt. En ja, dat was ook echt gemeend, hè? Dat zag je ook, het kusje op de camera, ja, mogen houden van je. En ja, ja, dat was allemaal heel oprecht en heel gemeend. Dus ja, het was heel dubbel na de wedstrijd ook. Ja, vanaf deze plek wensen we alle nabestaanden, alle geliefden van Mohamed Ihattaren en Mohamed Ihattaren zelf natuurlijk heel veel sterkte met dat verschrikkelijk grote verlies. Zouden we bijna vergeten dat er ook nog gewoon gespeeld werd. Afgelopen zondag dus, PSV tegen VVV. Het was indrukwekkend, het was mooi. Deze gewijde minuut stilte. Bergwijn raak! Dan toch de treffer. Over de doelman heen, binnengekopt, ja! Gakpo, dus een paasje, geen buitenspel, wel buitenspel volgens mij. Maar hij mag. De bal over de zijlijn of de achterlijn geweest. Nee, dan is het 3-1. En hier wordt het meteen 4-1. 4-1 is gezien de omstandigheden met Mohamed Ihattaren. Is dit goed gedaan? Om 3 punten voor PSV. Wat is nou het hoogtepunt van oktober? Het feit dat vandaag jouw keuken wordt geplaatst? Of toch het feit dat je onder die lat stond? Die keuken is ook zeker een hoogtepuntje. We hebben een maatje zonder moeten doen, dus dat is wel lekker. Ja, nee, maar, veel uit eten geweest.
Ja, ook. Ook ja? Even laten verzorgen. Oké. Okay. Nee, ja, het mag duidelijk zijn dat, dat mijn debuut maken voor PSV natuurlijk absoluut een hoogtepunt voor mij is deze maand. En het kwam niet helemaal onverwachts, omdat we wisten dat, dat Jeroen wat last had overgehouden aan de wedstrijd tegen Zwolle. Zoiets las ik, ja. Het was een beetje in de lijn der verwachting. Nou ja, goed. Het leek de goede kant op te gaan en hij voelde zich vrij goed. En de training van tevoren was ook, had hij ook prima doorstaan. Alleen dan echt die explosie, zeg maar, met het schieten tijdens de warming-up, ja, dat werd te veel. En toen gaf hij aan, Rob, ga jij je warm maken, want het gaat hem niet worden. Ja, daar had je nog een kwartier de tijd voor toen, op dat moment. Ja. Dat is misschien redelijk laat. Nee, ja, goed, weet je, dat is misschien niet ideaal. Aan de andere kant heb je ook niet veel tijd om je druk te maken. Want ja, je moet er met een kwartiertje staan. Dus zo snel mogelijk warm gemaakt en eigenlijk alles een beetje doorlopen in de warming-up. En toen naar binnen om hem klaar te maken. Ik denk gewoon prima wedstrijd gespeeld. Ja, precies. Ja. Wat was het dan relatief minder zwaar, zeg maar, wat je afgelopen zondag te doen had? Omdat dat gevoelsmatig, dat je daar gewoon minder in actie hoefde te komen. Tegen Rosenborg werd ik iets meer betrokken in het spel. Dus dan is het als keeper zijn wel wat lekkerder om in de wedstrijd te groeien. Ja. En voor mij zeker, omdat het de eerste wedstrijd was, was dat ook wel lekker. En afgelopen zondag dan krijg je gewoon heel weinig te doen. En dan moet je mentaal gewoon heel erg scherp zijn en heel goed bij de les blijven. Ja. Omdat die paar momenten die je dan krijgt, dan moet je er staan. En uiteindelijk heb ik niet veel te doen gehad. Ik denk, die goal was onhoudbaar. Dat is zo'n uitstekende goal. En verder gewoon prima wedstrijd gespeeld, denk ik. Ja, er zitten toch een aantal heel mooie momentjes bij. Er is bijvoorbeeld een bal die je met je vuisten echt perfect wegslaat. En misschien moet je zelf ook even omschrijven wat er hier nou gebeurt. Ja, nou goed, dit is natuurlijk een situatie dat die rechtsback doorkomt. En die jongen kan in deze situatie twee dingen doen. Dat is of een voorzet geven of voor de goal gaan. En als keeper zijn moet je gewoon focussen om de goal te verdedigen. En waar je nog wel eens ziet dat iemand misschien een stapje maakt om de voorzet te onderscheppen, blijf ik in deze situatie gewoon goed staan, groot staan en kan ik hem blokken. Ja, nou was jij bij Rosenborg was je nog een beetje kritisch op jezelf. Hè? Zei je van, nou, misschien was ik af en toe nog wat slordig aan de bal. Bij VVV ging je ook op een gegeven moment wat meer risico's nemen. Was je soms heel nadrukkelijk betrokken bij het spel. Weet je nog waar ik op doe? Welk moment? Ik werd na afloop op een gegeven moment vergeleken met Neuer. Dus ik weet welk moment. Pak mijn momentje. Maar, ik bedoel, dit is natuurlijk wel, dit is eigenlijk wel een heel leuk moment. Tenminste, voor toeschouwers in het stadion. Ik weet niet hoe je dat zelf beleeft, zo'n moment. Nou ja, kijk, weet je, zeker in deze wedstrijd, omdat wij zo hoog opspelen met, op de helft van de tegenstander, dan ga je op een gegeven moment ruimte weggeven achter de laatste linie. En dan is dat voor mij de taak om dat te bespelen. En op het moment dat ik te ver op de lijn blijf staan, dan wordt die ruimte dusdanig groot dat VVV daar gevaarlijk in kan worden. En op dit moment bespeel ik de diepte. Ja. En hoop ik op die manier de verdediging wat rust te geven. Ja, nou, dat ging goed. En heb je uiteindelijk nu ook genoeg wedstrijdritme om eventueel nog een paar weken op deze manier door te gaan? Of is twee wedstrijden eigenlijk daarvoor te weinig? Nou ja, hoe meer wedstrijden je speelt, hoe meer ritme je krijgt natuurlijk. Dus alle wedstrijden die je kan spelen zijn meer dan welkom. Ja. En dat zijn ook uiteindelijk de momenten waar je het voor doet als keeper. En, het is afhankelijk van wanneer Jeroen weer fit is. Als hij fit is tegen Utrecht, dan zal hij gewoon weer starten. Ja. Zo niet zou het voor mij natuurlijk een fantastisch affiche zijn om zo'n wedstrijd te spelen tegen mijn oude club. Ja, je kijkt natuurlijk uit naar de 19e FC Utrecht. Koen, ik ga ook even naar jou, want er is nog meer gebeurd natuurlijk de afgelopen dagen. Praat eens even bij. Ja, PSV is al een heel tijdje ongeslagen in de Eredivisie in het eigen Philips Stadion. Even een quizvraagje aan jullie. Hoeveel wedstrijden achter elkaar is PSV al ongeslagen? Denken jullie? Natte vingerwerk. Wedstrijd of 30? Ja, ik denk ook wel zoiets 28 of zo. Ja, het zijn er 53. De laatste ploeg die hier won was Feyenoord in, moet ik ook eventjes spieken, op 18 september 2016. En de laatste keer overigens dat PSV zo lang ongeslagen was, dat was tussen november 1989 en december 1992. Dus met de thuisvorm zit het wel goed. En ook met de scoringsdrang van Donjel Malen zit het wel goed. Want na zo'n wedstrijd ga je altijd op zoek naar statistiekjes en leuke feitjes. En ja, natuurlijk als iemand zo vaak scoort in het begin van het seizoen als Donjel, dan is daar heel veel over te doen en heel veel over te melden. Mm-hmm. Ik ga ze niet allemaal oplepelen voor jullie. Ik heb ze mooi op een rijtje gezet. Dus schrijf even mee, Jeroen. Dan bij de volgende quizvraag volgende week, dan weet je precies alles te melden.
Ik heb dat clipje al gezien, joh. Nee, joh. Donjel Malen maakte tegen VVV Venlo zijn 9e en 10e treffer van dit seizoen. Met zijn 10 treffers evenaart hij nu al zijn doelpuntenproductie van vorig seizoen. Malen is de 3e PSV-speler deze eeuw die 10 keer scoort in de eerste 9 eredivisiewedstrijden van PSV in een seizoen. Dries Mertens in 2011 en Mateja Kessman in 2002 gingen Malen voor. De laatste Nederlander die minimaal 10 keer scoorde voor PSV in de eerste 9 speelronden was Ruud van Nistelrooy. Hij stond in 1999 na 9 wedstrijden op 16 treffers. De laatste keer dat een eredivisie-speler dubbele cijfers noteerde na 9 speelronden was in 2013. Graziano Pelle stond op 10, Alfred Vint Bogason maakte er 11. Donjel Malen is de 6e PSV'er die minimaal 20 eredivisie doelpunten maakt voor PSV voor zijn 21ste verjaardag. Dit kunstje werd eerder geflikt door Boudewijn Zenden, Jurgen Locadia, Memphis Depay, Ronaldo en natuurlijk Willy van der Kuilen. En tot slot, gemiddeld scoort onze Donjel 1,11111 keer per wedstrijd. Houdt hij dit gemiddelde vast, dan eindigt de teller rond de 38 treffers dit seizoen. Toekomstmuziek, denk ik zo. 38 treffers is wel heel veel. Maar Rick Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, die noemde Donjel griezelig effectief. En hij zegt ook alsof hij in scoringspositie alleen maar op een knopje hoeft te drukken om een liftdeur open te maken. Dus als het gewoon zijn tweede natuur is, een doelpuntje maken. Prima metafoor. Dankjewel Koen. We gaan na de break kijken naar Jong PSV. Dat speelde afgelopen vrijdag tegen Volendam. En hoe dat is afgelopen, dat zie je dus straks. Is Jong PSV weer en wat een kans zeg voor Vitesse. Ja, welkom terug bij het tweede deel van deze aflevering van PSV TV. We gaan straks kijken naar Jong PSV dat weer eens 3 punten pakte tegen Volendam. Dat gebeurde afgelopen weekend. Eerst heel even terug naar zondag. Mooi moment ook voor Ryan Thomas, hè, Koen? Ja, het verhaal van hem kennen we. Hij zat een paar weken geleden zat hij op de plek waar Robin nu zit. Zat hij te vertellen dat hij dicht tegen zijn rentree en dus ook zijn debuut aan zat. En afgelopen zondag was het dan eindelijk zover. Hij had al een paar keer warm mogen lopen in de voorgaande wedstrijden. Maar nu mocht hij dan echt zijn rentree en dus ook zijn debuut maken. En natuurlijk sprak ik hem ook na afloop van de wedstrijd. How long will this smile stay on your face? Oh, a long time coming, a long time. Even trainings now, if we have a tough training, a lot of running or something like that, that still makes me happy now. Just knowing that I'm fit and healthy is a big thing for me. So yeah, I think it's going to stay for a while. Ja, die liep echt met een grote glimlach rond. Hij is mentaal sterk, hè, volgens mij, deze jongen. Ik bedoel, hoe maak jij hem mee? Ja, maar het is natuurlijk ook de manier hoe hij hier is binnengekomen, is natuurlijk ook niet het makkelijkste. En dat heeft hem wel heel erg gehard, denk ik. Maar hij is ontzettend vrolijk. Als je hem bezig ziet in de training, altijd bezig. En ik vind het echt een hele goede speler. Ja, fijn om in de groep te hebben. Toch? Ja, het lijkt mij een hele leuke jongen om in de groep erbij te hebben. Tot zover, Koen. Wil je nog één dingetje zien? Nou, jij hebt volgens mij nog wel wat. Ja, Maxi Romero, die wordt dit seizoen verhuurd door PSV. Ja. Is terug naar zijn geboorteland, Villa Sarsfield, speelde tegen Independiente. Won met 2-0 en hij scoorde. Dus ik heb die wedstrijd natuurlijk weer zitten kijken, hè, want ik volg al die mannen op de voet. En dit is wat men noemt een echt spitsendoelpunt. Staan op de plek waar je hoort te staan, die bal binnenschieten. Uiteindelijk met 2-0 winnen. Het was zijn tweede doelpunt van het seizoen en hopelijk zullen er nog veel volgen. Dankjewel Koen. We gaan het straks hebben over Jong PSV. Die speelde tegen Volendam. En dan hoor jij Volendam. En dan gaat er misschien gelijk even iets branden bij jou. Nou ja, dat is natuurlijk ook een oude club van mij. Daar heb ik mijn debuut mogen maken in betaalde voetbal. De hele jeugd doorlopen ook. Dus daar heb ik altijd nog wel warme gevoelens bij. Van 96 tot 2008 volgens mij. Dat is echt een enorme tijd. Zoiets. Ja. Nee, sowieso tot 2012 daar gespeeld. Want vanaf 2012 ging Utrecht, dus de gegevens kloppen niet helemaal. Maar het is in ieder geval een hele lange periode geweest. Ja, enorme periode. En ze speelden dus afgelopen vrijdag tegen Jong PSV. En dit is de samenvatting van die wedstrijd. Jong PSV wil maar al te graag van die laatste plaats af in de keukenkampioendivisie. En dan weet het wat het moet doen. Winnen van FC Volendam. Maar het begint allemaal ontzettend beroerd. Strafschop wordt hier gegeven door de Belgische scheidsrechter De Beukelare. En het is Jelle Duin die zorgt voor de 0-1 voor FC Volendam. 16 minuten hebben we dan gespeeld en Van Duin passeert Jurie Rouleau.
Twee minuutjes later aan de andere kant de overtreding van Smal op Ngonge. Strafschop dus voor PSV. En ook Ngonge faalt niet. En zo na een kleine 20 minuten voetballen een 1-1 tussenstand op de hertgang. Dit gebeurt na rust. Een hele slechte paas daar aan Volendamzijde. Ngonge met de actie, Ngonge met het schot. En zijn tweede treffer van de avond. En zo leidt PSV en dat zorgt natuurlijk voor lachende gezichten. Hier weer een foutieve paas van FC Volendam. Gloster op de ingevallen Jorbe Vertesse. Terug na heel lang blessureleed de spits Vertesse. Maar het scoren is hij niet verleerd. En hij beslist de wedstrijd in het voordeel van Jong PSV. Zelfde hoekje als Ngonge. 3-1 dus de voorsprong voor de ploeg van Peter Uneke. Nog één hele grote kans krijgt Jong PSV dan in de slotfase. We zitten 2 minuten voor tijd. De lange uittrap van Rulo, de prachtige aanname hier van Vertesse. Hij zet Gloster aan het werk. Vertesse krijgt de bal terug, maar deze bal belandt op de paal. Maar Jong PSV wint wel met 3-1 van Volendam en is van die laatste plaats af. Een zeer mooie wedstrijd van ons. Ik denk dat we zeer goed aan de match beginnen. Dat we karakter toonden na de grote nederlaag van vorige week. We moesten wel iets rechtzetten. En denk ik dat we het knapper hebben gedaan vandaag. Ik vind inderdaad dat de ploeg karakter heeft getoond. Dat hebben ze vooraf gezegd. We willen het wegpoetsen van vorige week. En met z'n allen wel overeens dat dat niet Jong PSV waardig was. De hele week al heel erg goed getraind. Heel goed niveau gehaald met z'n allen. En dan is het heel fijn dat je beloont door een overwinning. En moet ik zeggen, de wedstrijd vonden we goed begonnen. Eind van de eerste helft hadden we het wat lastig. We kregen wat minder druk op hun. De tweede helft vond ik dat we goed stonden. Weinig kansen tegen gehad. Zelf nog iets meer kansen kunnen creëren. En ook nog wel wat mogelijkheden gehad. Dus al met al denk ik dat we wel verdiend winnen vanavond. Ja, Jong PSV pakt dus weer eens 3 punten. Jong PSV ken jij natuurlijk ook een beetje. Gaan die weer een beetje uit het dal kruipen? Wat is jouw verwachting? Je hebt met ze gespeeld ook afgelopen seizoen. Ja, het is wel een hele talentvolle groep. Ik heb met ze gespeeld tegen Jong Ajax en dat was dan wel een wedstrijd met 2 gezichten. Als je dan de eerste helft ziet, heel naïef. Ja. En dan geven we gewoon ontzettend veel kansen weg en is het gewoon niet goed genoeg. Maar als je dan ziet hoe we dat de tweede helft oppakken en wat voor talent er in die groep zit, ja, dan denk ik dat die groep absoluut in staat moet zijn om heel veel plekken te stijgen nog in de keukenkampioendivisie. Ja. Het zijn heel veel jonge jongens. Wat doe jij op zo'n moment als jij daar in het veld staat en in de kleedkamer? Wat is jouw rol op zo'n moment? Je bent natuurlijk ervaren jongen. Nou ja, je probeert in de coaching natuurlijk zoveel mogelijk ondersteuning te bieden aan zeker de verdediging. En op die manier die jongens te helpen. En soms kun je ze niet altijd bereiken. Nee. Maar je probeert gewoon te helpen waar kan. En dat kan in heel veel aspecten zijn, weet je. Soms moet je iemand een schouderkopje geven, soms moet je iemand even op zijn flikken geven. Maar die wedstrijd hebben we, wat ik zei, redelijk gespeeld. Zat meer in, maar uiteindelijk geen punten gehaald. Ja, dat is wel belangrijk hè, voor spelers, jonge mensen, dat ze iemand achter zich hebben staan die daar... Dat lijkt me heel waardevol. Begeleidende rol. Ze zitten natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje, het zijn allemaal jonge gasten en die moeten het allemaal nog ondervinden. En als er dan iemand staat die weet hoe het werkt. Ja. Dat wil wel eens helpen. Hoe gaat dat eigenlijk bij het grote PSV, bij PSV 1? Want daar ben je natuurlijk samen met Ibi ook een van de oudste jongens. Wat is daar jouw rol op dit moment? Nou ja, goed, weet je, ik ben inmiddels ook 32 en ik probeer me eigenlijk niet heel veel anders te gedragen bij Jong PSV als bij PSV 1. En zeker ook gezien mijn positie, ik heb het overzicht. Dus dan moet je ook zoveel mogelijk proberen te coachen om je verdediging goed neer te zetten. Zodat je eigenlijk zoveel mogelijk kansen weggeeft en... op het moment dat er iets gezegd moet worden, dan trek ik mijn mond open, maar gewoon op een natuurlijke manier. Je hebt een contract tot 2021, je kwam over van Sunderland en dan kom je hier naartoe. Past dat allemaal een beetje binnen het plan dat je misschien ooit voor ogen had? Nou, ik heb inmiddels wel geleerd dat je in de voetballerij niet al te veel moet plannen, want weet je, kunnen zoveel dingen gebeuren. Ik heb 5 jaar bij Utrecht gespeeld, in de tussentijd ook een aantal keer dat ik wegkom. Alleen de club wil daar niet aan meewerken, dus ik ben eigenlijk nooit in gesprek gegaan met een andere club. Nee. Vervolgens aangegeven dat ik toch wel een keer de stap naar het buitenland wilde maken en toen kwam Sunderland op mijn pad. Fantastisch mooie grote club, als je de beleving ziet daar in Engeland, dat is echt ongekend. Alleen het moment om in te stappen bij de club was gewoon niet het allerbeste, omdat het organisatorisch gewoon niet goed was geregeld daar. Helaas een degradatie meegemaakt. Heel veel mooie momenten meegemaakt, ook mindere momenten meegemaakt. Dus een ervaring rijker. Ja. Misschien een illusie armer, maar... Nee, weet je, in het verleden ben ik wel eerder in verband gebracht met PSV. En ik
vind dit gewoon een fantastisch mooie grote club. Altijd spelen voor het kampioenschap. Ja. En ja, hopelijk kunnen we dat ook bereiken dit jaar. Was het direct toen jij die vraag kreeg van ja, nee, dit moet ik doen, dit is goed voor mij? Nou, er waren meerdere opties wel. En kijk, daar ga je ook de afweging mee maken van gegarandeerde speeltijd. Ja. Of je probeert op te werken. En dit was voor mij wel een unieke kans om nog een keer in de absolute top te gaan werken. En die wilde ik gewoon niet laten lopen. We hadden kans op Champions League, helaas is dat niet geworden, maar toch de Europa League gehaald. En weet je, voor mij zou het niks mooier zijn om zo ver mogelijk te komen in de Europa League en kampioen te worden. Ja. Tot slot, de laatste vraag. De rest van het seizoen voor PSV, hoe gaat het eruit zien? Ik bedoel, we kennen die situatie zoals die nu is. Wat is een beetje het plan voor jou? Nou ja, goed, weet je, iedereen weet dat Jeroen het gewoon ontzettend goed gedaan heeft de afgelopen jaren. Misschien dit seizoen een moeilijke start, maar ze goed teruggevochten. En hij is op dit moment gewoon de eerste keeper van PSV. En waar nodig zal ik hem ondersteunen. Ja. En op het moment dat hij niet inzetbaar is, dan zal ik er staan. Je bent een goede backup, dat hebben we kunnen zien de afgelopen twee wedstrijden. Dank voor je komst naar de studio. Koen, jij bedankt voor jouw bijdrage. En wij sluiten af met Ibrahim Afellay, die afgelopen week op bezoek ging bij Kenneth Perez, die langs kwam. Ze hebben samen gespeeld en dit is alvast een voorproefje van die aflevering. In de jaren van Perez rijd ik kriskras door Nederland met deze bus. Om spelers te ontmoeten waarmee ik op het veld heb gestaan, in deze aflevering is het Ibi Afellay, die maar liefst 4 keer kampioen werd achter elkaar met PSV. Hij zegt Ajax, ik dacht het niet, hè? We hadden ook echt een hele, hele leuke groep. En dat was gewoon echt een... Die periode had ik niet willen missen. De jaren van Perez met Ibrahim Afellay. Woensdag om 8 uur op Fox Sports 1. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de premium partners van PSV en Brainport Eindhoven.